Welkom bij Spellenzone, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Cosmoctopus, uitgegeven door Lucky Duck Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je 60 tot 90 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel zijn wij devotees, toegewijden van de grote Cosmoctopus. En ons doel is om deze naar aarde te brengen door de tentakels tevoorschijn te laten komen. En dat doen we door mystieke objecten, spreuken en rituelen te voltooien. Wel van de ene naar de andere locatie op om de juiste materialen te verzamelen. Want degene die als eerste 8 tentakels weet te verzamelen, wordt de winnaar van Cosmoctopus. Dus laten we maar een blik werpen op wat er in de box zit. Het spel is van de hand van Henri Ardubon en wij krijgen de spelregels in het Engels. En de regels zijn oké opgezet. Het is makkelijk te vinden, het is in de basis niet een al te complex spel. En wat ze goed hebben gedaan is achterin de Private Investigator, wat een NPC-karakter is wat je mee kan laten spelen in het spel. En die kun je verschillende gradaties van moeilijkheid geven. Nog wat extra uitleg en we hebben achterin kaart clarifications. En we krijgen een mooie icon guide met de symbolen en nog wat regels kort uitgelegd. Verder krijgen wij de verschillende resources die we gaan verzamelen. En dus keer 5 tegeltjes, de Private Investigator kaarten en benodigdheden. Natuurlijk de Cosmoctopus en de tentakels die wij moeten verzamelen. De kaarten die we gaan gebruiken om ons Cosmoctopus te lokken. En nog wat fiches voor de locaties waar we overheen hoppen. Waar je de Cosmoctopus daadwerkelijk gaat summonen. En Forbidden Knowledge tegeltjes. En dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik ben bijvoorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler krijgt zijn Cosmic Octopus Summoning Tile. Je krijgt 5 kaarten van het Devotee deck. Je krijgt 2 resources van elk type. En je krijgt een reference kaart waar de informatie op staat. Dan gaan we in het midden van de tafel de 9 tegeltjes plaatsen. Je hebt 8 standaard tegeltjes en je hebt 4 unique tiles. Daarvan kies je de willekeurig eentje. En de andere tegeltjes heb je niet nodig. En die worden in een willekeurige grid van 3x3 neergelegd. De resterende devotee kaarten schudden we. We leggen de 3 open in de markt. We leggen de resources binnen handbereik, evenals de forbidden knowledge en de first contact kaarten. De octopus tentakels komen binnen handbereik en de Cosmoctopus begint op het tegeltje met +3 groene resources. We wijzen een startspeler aan en dan met de klok mee krijgen de spelers als tweede speler 1 korting, 2 korting, 3 korting tegeltjes. En dat zijn generic discount tegeltjes, waarbij je dus gewoon een korting van 1 resource krijgt op het moment dat je iets koopt. Verder leggen we de icon grid binnen handbereik en dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om als eerste de Cosmoctopus te summonen, doordat je alle 8 de tentakels rondom jouw Milky Way hebt verzameld. En dan trek je de aandacht van de grote Cosmoctopus en ga je hem naar binnen halen. En dat doen we door de kaarten te spelen, effecten af te handelen en resources te verzamelen. Degene die dat als eerste voor elkaar krijgt, wint onmiddellijk het spel. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens onze aandacht gaan wijden aan de Cosmoctopus. We beginnen met de startspeler met de klok mee, zijn de spelers aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, doorloopt hij 3 stapjes. Het bewegen van de Cosmoctopus, daarna het spelen van een kaart, indien gewenst. En tot slot leg je af, zodat je maar 8 kaarten maximaal nog op handen hebt. Als je de Cosmoctopus beweegt, beweegt hij altijd 1 stapje. En dat is een stapje in een orthogonale richting. Dus je mag niet diagonaal bewegen. Maar je kunt dus in dit geval hier naartoe of daar naartoe. En waar je eindigt, dat is wat je krijgt. Wil je meer stapjes zetten met de Cosmoctopus, dan moet je tribute betalen. Oftewel, voor elke resource, maakt niet uit welk type die je betaalt, mag je hem nog een extra stapje zetten. Maar ik ben tevreden met wat de opties mij bieden. En ik ga hier naartoe. En dan krijg je wat er op dat tegeltje staat. En in mijn voorbeeld is dat 3 rode resources. Dus ik pak 3 rode resources. Dit spel heeft een limiet van 8. En dat geldt zowel voor de handlimiet als voor je resources. Je mag niet meer hebben dan 8 resources van elk soort. Dus 8 rode, 8 blauwe, 8 zwarte. Heb je meer,
dan moet je die aan het einde van je beurt afleggen. Dus tijdens je beurt kun je er overheen gaan. En dat heb je ook nodig, want sommige tegeltjes, zoals Forbidden Knowledge, kosten 13 rode resources. Tijdens je beurt kun je dat realiseren, maar daarna, aan het einde, moet je het gaan afleggen. Wat voor opties biedt de Cosmoctopus? Standaard krijgen van resources of het krijgen van resources en een kaart. En als je een kaart mag pakken, dan mag je een kaart pakken uit het open aanbod, uit de row. In dit spel pak je geen kaarten van het gesloten deck. En zodra je een kaart pakt uit aanbod, wordt die onmiddellijk opgevuld door een nieuwe kaart. En afhankelijk van welke speciale kaart tegel er ligt, heb je hier nog een speciale. Het staat er ook op. Discard the card row, then take a card from the new row. Oftewel, je vervest de markt en dat is wat je hier doet. Dat zijn eigenlijk de opties die je kunt doen met de eerste stap, het bewegen van de Cosmoctopus. Het tweede wat je mag doen is een kaart spelen. Om een kaart te spelen moet je de kosten betalen die hier links verbeld staan. Deze kaart kost bijvoorbeeld 8 geel, 5 blauw, 5 maakt niet uit welke kleur, 5 rood, 3 maakt niet uit welke kleur, etc. Nou, ik heb toevallig 5 rood bij elkaar gesprokkeld en 3 andere. En dan kan ik deze kaart spelen. In dit geval krijg ik 5 resources en zoals hier ook staat neem ik alle kaarten uit de markt. Nou, zeg ik geen nee tegen. Dus ik betaal de kosten voor de kaart, 5 rood. En nou, dan doe ik 2 geel en een zwart bijvoorbeeld, of een blauw, daar heb ik minder aan op dit moment. Ik speel de kaart, ik krijg onmiddellijk 5 geel vanuit de voorraad en ik krijg alle kaarten uit de markt in mijn hand. En deze gaat naar de aflegstapel. De markt wordt gelijk weer aangevuld, zoals ik al zei. Zwarte kaarten geven je een bonus. Deze geeft bijvoorbeeld altijd een korting van 3 generic. En deze geeft een korting van 1 zwarte inktfles. Nou, dat zijn kaarten, zodra je die speelt, leg je die voor je neer en die maken dat het spelen van andere kaarten goedkoper wordt, want dan hoef je dat soort kosten niet meer te betalen. Gele kaarten zijn ook permanente kaarten die bonusjes geven. Ook dat staat gewoon afgespeeld op de kaart zelf. Rode kaarten zijn altijd eenmalige effecten, zodra je ze speelt gaan ze weg. Dat bliksempje wat jullie net zagen op die kaart die ik gespeeld heb, dat geeft aan dat je onmiddellijk nog een kaart mag spelen. Dus dan zou ik nog een kaart kunnen spelen. Dan kan ik op dit moment even niet betalen. Dan hebben we tot slot de groene kaarten. Dat zijn opdrachten die je voor je neerlegt en die wil je completeren. Daar zie je ook altijd een soort van path in staan. Je hebt altijd een startpositie en dan middels pijlen zie je hoe deze symbolen met elkaar verbonden zijn. Soms gaan ze meerdere kanten op. Als je zo'n kaart speelt, leg je hem voor je neer en dan wil je dit pad volgen. En op het moment dat je resources krijgt, die matchen met wat hier staat, kun je ze gaan spelen. Alleen je moet dat in een specifieke volgorde doen, want je moet altijd het pad vullen via de pijlen. Dus in mijn voorbeeld zou ik eerst een rode resource moeten doen, dan een zwarte, dan een rode en dan een zwarte weer. Maar op het moment dat een kaart mij rode resources geeft, of een octopus actie, ja, dus als ik deze actie doe en ik krijg 3 rode resources, dan mag ik ervoor kiezen om die op zo'n opdracht te leggen. En dan gaat 1 zo'n resource heen. Nou, dan heb ik vervolgens zwart nodig enzovoort. En als je op een gegeven moment erin slaagt om die opdracht helemaal te voltooien, in dit geval de Whispering Whalebones, dan triggert die en krijg je de bonus die erop staat. Het plus tentacle symbool betekent dat jij een tentacle mag pakken. En die zijn natuurlijk heel belangrijk. En verder krijg ik in dit geval 5 rood en 5 zwarte resources. Daarna gaan de resources die erop liggen terug naar de algemene voorraad. De kaart die je gespeeld hebt gaat naar de aflegstapel. Maar dat zijn minigames die je doet terwijl je speelt. Maar je mag dus alleen maar resources erop leggen op het moment dat je ze krijgt. Want dan kun je ervoor kiezen om ze ofwel in je eigen voorraad te leggen of op opdrachten die je hebt. Maar dat is het tweede wat je mag doen. 1 kaart spelen, tenzij er zo'n bliksem op staat, dan zou je een tweede mogen spelen. En aan het einde van je beurt, discard to 8. Je mag niet meer dan 8 kaarten in je hand hebben. En je mag niet meer dan 8 resources hebben in elk van de 4 kleuren. Is dat wel het geval, leg je af tot het weer 8 zijn. En dan is de volgende speler. En om aan te geven wie de volgende speler is, draai je eigenlijk de Cosmoctopus gekke ogen in de richting van degene die zometeen aan de beurt is. Die doet hetzelfde, die beweegt de Cosmoctopus, pakt de bonus, mag een kaart spelen en legt af tot 8. En zo zijn we om de beurt aan de beurt. Hoe krijgen we tentacles? Nou, sommige kaarten zoals jullie zagen hebben het tentacle symbool, daar krijg je ze mee. Op het moment dat je een Forbidden Knowledge kan kopen voor 13
resources in één kleur, krijg je dat tegeltje. En dat tegeltje, daar staan twee octopus tentakels op. Dus daar krijg je twee tentakeltjes mee. En belangrijk om te onthouden, als een speler voor het eerst een tentakel krijgt, dan maakt hij voor het eerst contact met de grote Cosmoctopus. En dat betekent dat hij een first contact kaart mag kiezen. En die zijn herkenbaar aan het paarse symbooltje hierbovenaan, dat ze niks kosten. En dit zijn gewoon kleine bonusjes. Een resource van elk type, een nieuw opdrachtje, whatever. Maar je kiest een van die kaartjes die je graag wilt hebben. En die neem je op handen. En zo heeft elke speler die voor het eerst contact maakt, dus voor het eerst een tentakel krijgt, van Cosmoctopus een klein bonusje. En dat is zo'n first contact kaartje. Op die manier strijden we vrolijk verder, verzamelen we resources, proberen we kaartjes op tafel te krijgen, waarmee we uiteindelijk meer tentakels op tafel gaan krijgen. En degene die als eerste alle 8 de tentakels rondom zijn of haar galaxy heeft weten te plaatsen, die trekt de daadwerkelijke aandacht van de Cosmoctopus aan, zet de marker daar bovenop en wint onmiddellijk het spel. En op die manier wordt Cosmoctopus gespeeld. De vormgeving en het thema van Cosmoctopus zijn erg vermakelijk gedaan. Je krijgt een mini-octopus hoofd, allerlei tentakeltjes. En de resources zijn in de vormen van de verschillende elementen die je gaat verzamelen. Propaganda, geschreven woord, artefacten en kosmische opdrachten. Het artwork op de kaartjes en vooral ook de grappige teksten van de verschillende items en dingen die je vanuit de devotiekaarten krijgt, voegen heel veel sfeer en thema toe aan dit spel. En het is natuurlijk een beetje een persiflage van de Cthulhu en andere cultist verhalen, waarbij we een grote machtige god proberen op te roepen die het leven voor ons een stuk makkelijker gaat maken. Hopen we, denken we en wensen we. Maar het thema en de vormgeving zijn erg fraai gedaan. Het spelmechanisme zelf is toegankelijk. Als je aan de beurt bent, verplaats je de Cosmoctopus. En waar je eindigt, krijg je een leuk bonusje. Je resources, je kaarten en soms wat extra's afhankelijk van welke speciale tegel er ligt. Daarna mag je een kaartje spelen waarmee je een engine gaat bouwen. Je kunt kortingskaartjes krijgen. Je kunt extra resources of acties krijgen middels de gele relic-kaarten. Je gaat resources die je krijgt op die blauwe expeditiekaartjes gooien en af en toe speel je een sterke rooi om een boost te krijgen. En je managt zo een beetje je grondstoffen, je handkaarten en probeert te voorkomen dat je te veel hebt aan het einde van je beurt. Want de regel van 8 is van kracht. Heb je meer van dan 8 van iets, dan zul je het kwijtraken. Dus dat maakt dat het spel heel gemakkelijk wegspeelt. De symboliek die gebruikt is, is duidelijk. Bij de wat grotere omschrijvingen staat vaak in tekst ook nog een keertje uitgelegd op de kaart wat er precies gaat gebeuren. Dus dat vind ik heel goed gedaan. En dat maakt dat je je lekker kan focussen op het spel. Het zwakker is dat sommige kaarten daadwerkelijk sterker zijn of beter voor je zijn dan andere. En daar kun je wat geluk of pech in hebben. De ene keer zal een potje soepeler voor je lopen dan andere keren. Dat is een geluksfactor waar je niet zo heel veel invloed op hebt. Dat overkomt je. Maar alles bij elkaar is Cosmoctopus voor mij gewoon een vermakelijk spel. Wat goed in elkaar zit. Wat toegankelijk is. Waar je gemakkelijk mee aan de gang kan gaan door duidelijke symboliek en eenvoudige opties. En waarbij je lekker aan het knutselen aan je engine aan het bouwen bent. Waarbij het thema het extra sterk maakt door de humor van de kaarten en de vormgeving en het hele idee van wat we doen. Rekening houdend met het feit dat er een geluksfactor in zit waar je geen invloed op hebt. En die soms beter en soms minder uitkomt. Desalniettemin is het iets wat ik met plezier op tafel leg en ook gemakkelijk op tafel kan krijgen. En daarom krijgt Cosmoctopus een 7. Spellen Zolder.